Dag dames en heren, het wordt de koudste week van deze winter. Het is vanochtend al erg koud, maar het wordt nog kouder, vooral de nacht naar donderdag en dat is de eerste nacht naar de meteorologische lente. Is echt ijskoud. Het is wel zonnig op heel veel plaatsen. Er komen vanaf de Oostzee ook wel wat wolkenvelden richting onze kant. En Daaruit kan met name op de Wadden vandaag een sneeuwbuitje vallen bij temperaturen rond het vriespunt. Maar in combinatie met die stevige noordoostelijke wind. Windkracht 3 tot 4 boven land, windkracht 5 op zee, voelt het natuurlijk veel kouder aan. Vanochtend vroeg voelt het aan alsof. Of het 11 of 12 graden vriest, en ook vanmiddag lijkt het alsof het gewoon 5 graden blijft vriezen. midden op de dag. De komende dagen wordt het nog kouder met temperaturen overdag niet eens boven het vriespunt uitkomend. En s'nachts gaat het op steeds meer plaatsen matig en wellicht in de nacht naar donderdag zelfs streng vriezen. En die gevoelstemperatuur is dan echt wel belangrijk, vooral woensdagochtend en donderdagochtend: temperaturen zelfs. Beneden de min 15 graden. Overdag zon en ook wat wolkenvelden. Een verandering eind van de week. Dan komt er vanuit het zuidwesten een storing met vrijdag wellicht op wat meer plaatsen wat sneeuw. En daarna is de kou uit de lucht met zaterdagtemperaturen een paar graden boven het vriespunt.